Wij zijn daarnet bij de Action geweest. We hadden namelijk al verschillende tips gekregen via TikTok, via Instagram, dat er een paar vestigingen zijn van de Action die al vuurwerk hebben. Nou zijn we vorig jaar niet naar de Action geweest om dat te kopen, omdat we het eigenlijk niet de moeite waard vonden. Maar omdat we hebben gehoord dat het vorig jaar best wel goed was en goedkoop, dachten we bij onszelf van weet je wat, we gaan het gewoon nog een keer voor jullie proberen. Dus we gaan nu even naar de Action om jullie te laten zien wat we daar aantroffen. Ja jongens, zoals jullie zien, vuurwerk hier te koop. Heel goedkoop nog, maar dat was het vorig jaar dus ook. Dus ik ben benieuwd of het nog dezelfde kwaliteit is. Kijk, knalerten, knetterlint, crackling wonders, crackling kings. 4 euro jongens, dat is echt heel goedkoop man. Toch of niet? Vuurwerkpakket 6,95. Deze showbox 10 euro. Dit is alles wat we hebben gekocht, waarvan we dachten van hey, dat is echt de moeite waard. Waaronder dus deze, allemaal van Cat 1. Cat 1, sorry. Crackling King. We hebben de Crackling Wonders. We hebben een pakje knetterlint om jullie te laten horen hoe goed ze zijn. Ze zijn trouwens relatief best wel vroeg eigenlijk. Want normaal gesproken dacht ik dat het halverwege november pas is dat ze al vuurwerk hebben. Nu hebben ze dus nu al, dus dat is wel ziek. We hebben dit pakket, de Robot Box, om even te testen. En de Fireworks Show Box. Het is allemaal van Leslie tegenwoordig bij de Action. Even testen hoe hard die is. Het was heel goedkoop. Ja, kan beter hè? Kan wel beter man. Het gaat ook niet snel. Ik was sneller was gegaan dat hij beter was geweest. Oh, dit is hard. Oh. Harder in ieder geval. Hiervan heb ik heel veel tips gekregen van mensen op TikTok dat we deze moesten halen. De Crackling Wonder van Leslie. En ook die Crackling Kings trouwens. Dus we hebben gewoon even alles voor jullie gehaald. Om voor jullie te laten zien wat de moeite waard is om te kopen of niet. Trouwens, dit is de eerste video jongens van dit vuurwerkseizoen dat we in Nederland opnemen. Hoe ziek is dat? Alleen maar Duitsland geweest, Polen, België. Ja, die zijn harder man. Ja man. Ja, dit is wel de moeite waard. Ja man, 100%. Nee, deze zijn wel goed man. Ja man. Volgens mij waren die 4 euro dacht ik. 4 euro? Dacht ik wel man. Nu even een pakje, oh, nu even een Crackling King. Twee tegelijk of 3? Ja man. Zeg je 3? Doe maar 3. Zeker? Ja. Die zijn hard! Ja, die zijn wel goed man. Nee, dit zijn wel de moeite. Deze dingen zijn echt de moeite waard jongens. De Crackling Kings van de Action. Wacht even dat de handhaving was. Jij? Komt hier vanaf. Maar waarom knetteren die niet? Oh, die wel. Zit er niet verschil tussen? Sommige knetteren niet. Die rode die knetteren niet man. Kijk, deze knetteren dus wel. En goed ook. Ja man. Want eerlijk is eerlijk hè, eigenlijk zijn het eerder knalletjes dan ja, knetters. Man. Ja klopt. Hoe we Cat 1 willen zien. Zo was het eerst altijd. Even tijd voor de container. Dit pakket. Fireworks Showbox. Allemaal Leslie. En ik weet dat ze bij de Aldi ook Leslie hebben natuurlijk. Hey. Hallo. Deze. Glitter en Glamour. Ik ken ze niet. Heb jij ze al een keer gehad? Nee man. Op je nachtkastje.
Oh, alleen maar blinken. Denk ik. Nou, dat vind ik wel jammer, man. Eerlijk? Als er nou nog net erbij had gezeten, was het echt wel leuk school geweest. Ja, maar toch vind ik... Wat we de afgelopen jaren hebben gezien van kat 1, blijft dit toch wel het beste wat we konden kopen nog. Kijk, die rook die blijft mooi hangen, man. Ja, heerlijk. Als je er dan wat... Ruikt ook weer lekker, hè? Die cracklingwonders zijn het beste, man. Ja? Let maar op. Zie je? Als je even deze kant op komt, de Pyrobot. Pyrobot box, mooie naam. Checken. En ja jongens, we ruimen het op, we hebben een tasje bij ons. Die is ondertussen wel weggewaaid geloof ik. Ja, we zoeken wel. Die ligt daar zo. En verder denk ik jongens, heel eerlijk gezegd, wij laten het kat 1 echt voor wat het is. Misschien testen we de Lidl of de Aldi nog, maar wij zijn gewoon niet meer geïnteresseerd in het kat 1 vuurwerk. Alleen dacht ik van, het is zo goedkoop bij de Action, laten we dit gewoon maar even testen voor jullie. En omdat natuurlijk stoken in een soort van truc is. Wat zijn dit eigenlijk? Komeet. Ja, ze verzinnen er wel de gekste namen voor, man. Zijn dat niet gewoon die fonteintjes die ook in een pakket zitten van de Aldi? Ja, omlabeling. Ja man, ik denk het wel. Ja man, ze zijn gewoon dezelfde. Ze zijn dus wel hetzelfde. Hey, en op beeld, hey. Hè? Schrok je niet? Ja, een beetje. Hoe kon die knallen dan? Zijn deze beter? Die kette mensen zijn niet meer, man. Nee, man. Lijken wel knallers. Ook netters waarschijnlijk, zie je dat? Ja man. Nou, ik denk dat alles wel een beetje hetzelfde is. Al vind ik die cracklingwonders wel het best. Nou, voor dat kleine dingetje. Ik vind het wel de moeite waard bij de Action, man. Zo ja. Goedkoop. Ja, eens deze zijn beter, denk ik, man. We hebben ook deze. Gravity Bombers. Zoals ik al zei, ze verzinnen de gekste namen ervoor. Ja. Oh ja. Je kan beter een lucifer aansteken. Ja, we ruimen het allemaal gewoon netjes op. We hebben een tasje mee. Wordt allemaal netjes opgeruimd. Dan zit je hier te kijken en denk je van... Knalt hij dan ook weer uit elkaar. Dus jongens, dit was de video van de Action. Allemaal wel een beetje hetzelfde spul. Maar voor de prijs waarvoor we dit hebben betaald, jullie zien het nogmaals hier in beeld, is het zeker de moeite waard om wat te kopen. Ik zet het grote pak wel achterwege laten, toch die robotbox. Ja, man. Ik zou eerder voor de Cracklin Wonders gaan en die de Cracklin Kings. Daar zou ik voor gaan, want dat zijn gewoon de beste spullen. En als je daarvan meerdere haalt, dan... Heb je gewoon leuk vuurwerk om bijvoorbeeld nu alvast wat gaan te stoken. Mochten jullie nog tips hebben waar we heen kunnen gaan. En geef alleen tips jongens voor winkels wat echt heel goed kat 1 heeft. Eigenlijk is dat al soort van voorbij. Maar we willen namelijk niet echt meer op de kat 1 tour gaan. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie mij binnenkort weer met een nieuwe video. Later.